Ik ben onderweg naar een van de beste sportvrouwen ter wereld. Ze heeft de afgelopen maanden heeft ze het wel heel zwaar gehad. Een beetje overtraind. Maar ze is weer begonnen. En ze is op weg naar Rio de Janeiro. Tweevoudig gouden medaillewinnaar. Ze heeft 12 wereldtitels gewonnen. Op het veld, op de baan, op de weg. Ik ga naar Marianne Vos. Ik ben in Babylonië, Broek. Kijk hoe mooi het hier is. Het is een en al heerlijke landerijen. En ik ga meteen kennis maken met die staat hier. Meneer Vos. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ik kom kijken kunnen naar... Vinden. Ja, ik heb het makkelijk kunnen vinden, ja. Dat was... Ja, ik had een lekker band. Ja, ik had een lekker band. Dus die auto zat een beetje... met een... Dus ik kon niet zo snel rijden. Ik mocht maximaal 80 km per uur rijden. Ja, het is wel schitterend hier. Er zijn ook hazen en zo en dat soort dingen. Ja, je ziet hier wel alles. Ja? Ziet hier wel alles. Dit is ook echt een prachtig wielrengebied, als ik het zo zeg. Ja, vind. Nou, het is... ja, je kunt hier trainen, ja. Maar je kan hier ook alles doen. Je kan ook meteen veldrijden hier, kijk. Op zoek naar Marianne. Marianne, waar ben je? Ik hoor er, hoor. Zie je daar? Kijk, dit is het dus, de vlogkamer. Nou, dat is een mooi. Mooi trui, ja. Ja, hier gaat het op. Ja, ik draag zo. Oh ja, die is mooier. Ja, die is top. Wat gaan we doen, Marianne? Gaan we naar buiten? Ja, we gaan naar het veld. Dat is prachtig, hè? Moet je even horen. Gewoon even niks zeggen. Kijk daar. En vogels. Vogels. Ja, mooi, hè? Je bent hier echt wel tot rust kunnen komen, denk ik. Ja, wel in de overtreffende trap bijna, ja. Dat je thuis zit en dat je denkt, nou... Het is hier eigenlijk ook wel heel weinig, maar ik vond het wel heel fijn om hier de rust te vinden. Maar ik vond het zo'n vage klacht. Ja, ik ook. Overtraind. Ja. Hoe lang heb je getraind? Je traint al je hele leven en ineens ben je overtraind. Ja, maar het was ook niet... Overtraind is een beetje een rare term. Het is gewoon een combinatie van factoren. Dat het te veel is voor je lichaam. Maar overtraining, overbelasting is het eerder. Hmm. 10 maanden ben je eruit geweest? Ongeveer? Ja, totaal qua wedstrijden 10 maanden. Ja. Ja. Maar je rijdt weer. Je hebt er weer 2 gewonnen. Ja, het gaat best goed eigenlijk. Het heeft wel lang, voor mijn gevoel, lang geduurd. Uiteraard, voor de buitenwereld gaat dat dan ineens heel snel. Maar ja, in sporten wil je altijd heel snel door. En als je dit ziet, wat denk je dan? Dan denk ik, daar wil ik weer bij zijn. En denk je dan ook aan het cijfer 3? Nou... Uiteraard. Ze heeft er al 2 goud, even tussen. Als je voor Nederland uit wil komen, dan moet je er heen gaan om voor een medaille te rijden. Mag ik wat vragen aan je? Ik wil je fiets zien. Kan dat? Ja, dat kan. Die kan. Die is hier thuis in de schuur. Hoeveel fiets heb je eigenlijk? Veel. Ik heb er ook veel nodig natuurlijk. Kijk. Uiteindelijk kunnen we lang en kort praten, maar dit is uiteindelijk waar het om draait. Je fiets. Trouwens, het waait heel erg, hè? In Babylonië, Broek. Dus als jullie een beetje last hebben van het geluid, dan weet je waar het door komt. Maar vertel. Het is wel gewoon voor iedereen beschikbaar. Dus zo speciaal is hij eigenlijk niet. Hij is, ja, ik vind hem heel speciaal. Maar hij is door iedereen te kopen. Er zit een vermogensmeter op. Elektronisch schakelen. Elektronisch schakelen? Ja. Het is toch geen motor, hè? Dat vragen ze wel eens. Wat zit hier dan? Is dat de batterij? Maar nee, dat is het systeempje waar de oplader in moet. En waar dan inderdaad de batterij mee wordt opgeladen voor het elektronische schakelen. Mag je daarmee in de wedstrijd ook? Ja, gelukkig is dat voor iedereen beschikbaar. Ik vond het wel eerst een beetje wennen, hoor. Een batterij in je fiets, dat leek me nou niks. Want het is niet voor niks gewoon een fiets waar je mee moet trappen. Ja. Maar het is wel echt super om mee te rijden. Nou ja, dit is een aerodynamische fiets. Hij is, zoals je ziet, vrij plat en slank. Weet je waar dat op lijkt? Dit. Goud. Ja, goud. Maar het lijkt ook op... kruisen, dat zijn allemaal slachtoffers die je gemaakt hebt. Allemaal mensen die van je verloren hebben. Kijk, het is wel een hele speciale fiets, want dat zwart met goud, dat is speciaal door de sponsor gemaakt om mij te herinneren aan mijn Olympische titel. En misschien anderen ook, maar ja, ik vind het mooi op het moment dat ik even naar beneden kijk, dan zie ik toch dat die fiets wat gouden details heeft. Nou, ik vind het mooi. Ja. Ik ga nog eventjes zo draaien, dat ik even van afstand... Oeh.
op de fiets met Marianne. Kijk, Marianne rijdt voor me, uiteraard. Maar we gaan op zoek naar een prachtig monument dat hier voor Marianne is gemaakt. Ah. Ik zit op een vrachtwagen naast je gewoon. Nou ja, dit is gewoon echt een retro racefiets. Oh ja, retro. Hij is net zo oud als ik ben. Bouwjaar 87. En ben je al zo oud? Ja, oud hè? Ja, je hebt afgelopen jaar ook al gemerkt hoe oud ik wel word. Maar ja, nee hoor. Ik vind mezelf wel jong en ik vind ook wel dat ik even mee kan in de sport. Op naar het monument. Kijk, dit staat dus op de hoek. Nou, de rotonde eigenlijk van Babyloniebroek en Meeuwen. Een schitterend monument. Voor jou. Ja. Hoe lang is het al hier? Nou, dit is hier net onthuld. Ik heb het gekregen ter ere van de Olympische Spelen. Van de Olympische Gouden Plak in Londen. Het gaat van mijn allereerste kinderfietsje, loopfietsje. In de loop van de eerste racefiets. Na de racefiets waar ik Olympisch goud mee won. En die weg die geeft het ere. Ik heb wel vaker monumenten gezien of een tegel, maar dit is wel een van de meest bijzondere die ik ooit gezien heb. Ja, ik schreeuw een beetje op jullie vrachtwagens. Maar dat is mooi, er komen veel auto's bij, die zien het allemaal. Weet je wat ik nog meer erin zie? Olympische ringen? Ja. De fietsen? Ja, snap ik. Maar het is nog iets. Ja. Is dat het ook, wat ik denk dat het is? Een kroon? Het is een diadeem, een kroon. Zie je? Ja. Voor de koningin van Babyloniebroek. Ja, die wilde ik zelf nog niet helemaal noemen. En dan staat mijn naam er ook nog eens heel groot in. Dat hoeft voor mij ook niet zo. Maar goed, laat ik er dan toch maar trots op zijn. Jawel, die naam moet er wel in. Kijk, luister, jij bent een van de beste sportvrouwen ever in Nederland. En kijk, tuurlijk, jij zit er nog middenin en je carrière gaat nog door, et cetera. Dus ja, misschien voel je dat nu niet zo. Maar wanneer jij gestopt bent, over een jaar of 10, zullen we maar zeggen. Dan denk je ineens van, ah, best leuk. Nou, dan ga ik hier gewoon rondjes rijden. Dan ga je hier gewoon om je... dan ga je gewoon hier om die rotonde heen rijden. Dan hoef ik niet meer urenlang om te fietsen zitten, maar dan ga ik hier gewoon een paar rondjes rijden. Maar ja, maar tot slot. We zitten nu, ruim 100 dagen voor Rio de Janeiro, op het moment dat we dit opnemen. Hoe groot, op dit moment, wat voel je, is de kans dat ik je daar zie? Percentages zijn moeilijk, maar 50-50? Ik schat hem wel groter dan 50-50. 70-30? Nou, ik hou het niet op een percentage, maar ik 80-20? Ga er gewoon vanuit dat ik jou daar zie, ja. Yes! Ik hoop het ook. En zo sluit ik hier af in een rumoer van Babyloniebroek. De rotonde van Marianne op weg naar Rio de Janeiro. Laten we er allemaal vanuit. Jij ook, hè? Gaat lukken. Geloof ik gewoon. Ik geloof erin. Ik zeg tot Rio. Ciao.